Hoi dames en heren, en fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Nu zijn we weer een nieuwe dag zoals jullie zien en ik ga nu proberen dagelijks te vloggen. Alleen de vlogs zullen een dag eerder opgenomen zijn en komen een dag later online. Zo kan ik perfect balans houden, want anders dat de vlog dat die na één dag post de vlog, dan moet ik er heel snel zijn voor die vlog online te krijgen om 6 uur. Maar nu ga ik het zo doen, beste mensen. Bijvoorbeeld op de... Ik ga zien welke datum het nu is. Op 4 januari maak ik de vlog. En dan komt die 5 januari online. Dus... En ik ga eerst even het licht op doen, want dat is allemaal elektriciteitsbesparing anders. En nu ga ik ook nog een heerlijk tasje koffie drinken. Dat ga ik ook nog namelijk doen nu. En hoe was jullie dag al? En hoe hebben jullie nieuwjaar gevierd, beste mensen? Laat weten in de comments. Gezellig met familie en vrienden, op uw eentje. Of, ja, je weet wel wat. Bij mij, ik vlog wel graag, maar bij mij is dat zo in ieder geval. Ik kan wel praten, maar ik weet niet wat ik moet zeggen, snap je? Maar in ieder geval... Het weer ziet er top uit buiten. Heel top. En jullie weten dat nu al januari is, beste mensen. Dus we gaan steeds meer naar de lichtere dagen toe. Naar de dagen dat minder donker wordt s'avonds. En ik kan nu wachten tot het weer zomer wordt. Want zomer, dat is mijn favoriete seizoen. Alleen als we 6 maanden wachten. Maar die tijd gaat voorbij vliegen. Neem dat maar van mij aan. Zoals alles hier altijd voorbij vliegt. En weet je wat ik ook eens graag zou willen doen? Ik heb het nog nooit niet gedaan, hè, maar een cruise maken. Ik weet dat Gio Latoy, die gaat op cruise. In februari ergens. En die heeft ook al een nieuwe bioscoopfilm die in februari uitkomt. Namelijk de film Game On. Die komt ook uit in februari ergens. En ik vlog nu op deze stand, omdat dat veel beter gaat voor mij. Want dan kan ik mijn vlogjes zo vasthouden, zeg maar. En sorry dat ik altijd in herhaling val, beste mensen, maar vloggen, je moet altijd kunnen praten. Je moet nieuwe dingen kunnen zeggen en dat is voor mij een beetje moeilijk. Dat is voor mij heel moeilijk, zeg maar, zoiets. Maar voor de rest lul ik wat ik te lullen heb. Dat bedoel ik mee, zeg ik maar wat ik te zeggen heb. En ze biedt komt mijn mama ook naar hier. Dus dan gaat het ook goed zijn. Dus. Ik ga zoiets bellen naar mama's. Hè. Maar ik wil eens die gsm afsluiten. En weet je wat ik ook spijtig vind, beste mensen? Is dat Dom de Jong niet meer uploadt. Of geen vlogs meer maakt. Ik zal het zo zeggen. Is hij echt definitief gestopt met vloggen of is hij voorlopig gestopt met vloggen of definitief? Want definitief wil zeggen dat hij niet meer vlogt. Maar als dat voorlopig is, kan hij dat er nog wel eens een vlog online komt. Maar ik weet niet of dat definitief is of dat dat voorlopig is. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Don een podcast gestart is. Een hele goede podcast namelijk. De eerste podcast was met Roy en zijn vader. Dat weet ik van buiten wel. En ja, dat weet iedereen van buiten, want het staat openbaar online. Dus dat weet iedereen van buiten. En ik vind best wel dat Don de podcast goed doet, vind ik. Wat vinden jullie van Don de Jong podcast? Laat zeker weten in de comments. En ik weet je wat ik hoop, beste mensen, dat ik ooit ook zo'n grote vlogger word. Zoals Gio en zoals Don en zo. Maar bij mij is het meer, beste mensen, gekkigheid er bij mij niet in, zoals Don doet. Ik ben meer zo'n vlogger zoals Gio, praten. Gio praat ook altijd, dus ja, ben ik meer zo'n vlogger eigenlijk. Maar genoeg geluld hier binnen in het appartement, beste mensen, want ik heb al 5 minuten in het appartement bijna opgenomen. 5 minuten. Dus, ja...
Nu zijn we ook terug heerlijk thuis, beste mensen. Gavin is nu mooi op zijn gsm bezig, op zijn Nintendo Switch bezig. Ik heb mijn gsm voor de vlog te maken. En mama is nu mooi aan het koken. Hij eet wel eens. Dus ja. Zo, dames en heren, nu ben ik ook hier een heerlijke koffie aan het drinken. En dat is namelijk een cappuccino cremosso, is dat namelijk. Dat ik het goed uitspreek. En Javan is momenteel aan het gamen. Is met zijn vriendjes aan het spelen. Allee, Thibaut. Fortnite. Hij is met Thibaut aan het spelen, zoals jullie kunnen horen. En de kerstboom staat er ook nog altijd. Dus die moeten we ook maar eens gaan wegdoen. Ja, ik ben dood, man. Man zit aan het werk. Maar dat gaan jullie de andere vlog zien. Dus, ja. 10-2 bedoel je, ik heb het omdat door mij, hè. Dus de andere vlog gaan jullie dat zien. Kom, Thibaut, waar ben dat jij? De kerstboom weggaat. Maar in ieder geval, hij heeft er toch wel heel veel tijden gestaan. Dus, vandaar. Maar het is wel eens hoog een tijd dat we de kerstboom eens wegdoen, hè, man. Wanneer gaan we wegdoen? Morgen breek ik hem toch af. Morgen. Heb jij de kerstboom al weggedaan, Thibaut? Nee, zie die boven niet. Daar staat ook nog. Wanneer is dat? Dat gaat meestal afbreekt, zoiets. Na zijn koningen doen ze dat meestal. Zes. En wat is nu maandag niet verloren maandag? Ik weet niet of je het nu mee bezig is. Nu ga ik morgen maandag even verplitten donderdag is. Ik kan er ook niet mee bezig, maar ik weet dat gewoon. Ik wil dus zo'n appelbol eten, maar het nadeel is de oven marcheert hier niet goed. Papa, jij bent er uit mijn oven? En daar heb ik ook al weer bakken, hè. Ja, dat is waar. Dus laat weten wat jullie op verloren maandag eten. Meestal zijn dat worstenbroodjes en appelbollen. Maar in ieder geval, hier ga ik de vlog dan mee beëindigen. Dan zeg ik jullie graag tot de volgende keer. En dat is tot morgen om 6 uur, beste toppers.